Het Suriname Agriculture Market Access Project, SAMAP, heeft vanmorgen de eerste large grant projecten ondertekend. Het gaat hierbij om projecten die zijn goedgekeurd uit de SAMAP Matching Grant Facility. De grant is uitgereikt aan geselecteerde boeren, coöperaties en agribusinesses. De grant bestaat uit landbouw- en voedselverwerkingsapparatuur. Volgens Erik Sabayos, Chief Technical Advisor, FAO SAMAP, werkt de groep al maanden met de organisaties en zij moeten dit moment zien als een mijlpaal. With the support of the Minister of Agriculture, Honorable Minister Sudin, the support of the Ministry of Regional Development and Sports, we made it together. So I want to acknowledge and thank you for the support of these organizations that are working now also with you. And we have now our slogan here says "Samen werken," means working together. And that is what we will now do with you. Almost 800 projects from all the country submitted applications for a grant. That's a large number. There's a lot of people, but the resources cannot support everyone. De nieuwe projecten die zijn goedgekeurd in de tweede oproep zullen de investeringen in de landbouwsector verhogen met nog eens $2.5 miljoen, zegt minister Pralat Seodin van Landbouw, Veeteelt en Visserij. De bewindsman zegt verder dat personen die via het SAMA-project waterpompen wensen aan te schaffen aan bepaalde eisen moeten voldoen. De boeren moeten vooraf een verklaring tekenen dat zij daarna een waterschap zullen helpen installeren en dat ze daarna mee zullen helpen met het onderhoud. Maar nu wacht men te lang, zo'n sloot is of een kanaal is helemaal begroeid, om daarna zware machines in te huren om het weer schoon te maken. Dat kost kapitaal. Maar in het andere geval, zoals je thuis bij u gewend bent, met het gras een beetje begint te groeien, gaat u meteen wieden. Het gras krijgt de kans niet om verder te groeien. Het is veel goedkoper. Je bent altijd op tijd, je loopt niet meer onder water. Er zijn zaken waar we moeten leren, maar die we ook moeten implementeren straks. Zo zijn er een aantal zaken welke ik als ministerie en, op onze lijst heb. U gaat produceren, u produceert al, u gaat wat groter produceren. Je hebt hier bedrijven die in de productie zitten, maar je hebt bijvoorbeeld de zonnige markt van nieuwe grond. Die faciliteren de boeren met de afzet. En die maken nu elke keer een stap. Ik ben toevallig in de buurt, dus ik heb een beetje informatie over. De overeenkomsten zijn getekend met 2 landbouwcoöperaties uit district Wanica en 3 landbouworganisaties uit boven Suriname, Sipaliwini, Marowijne en Para. Bij de ceremonie is 50% van de large grant projectvoorstellen die het eindevaluatieproces met succes hebben doorlopen, goedgekeurd voor bijna $700.000.